Yo mensen van School Games, mijn naam is Joe en vandaag gaan wij verder een Commentary aflevering 12 opnemen. Uh, vandaag staat als in, in de hoofdstukken die wij vandaag gaan maken, is er vandaag twee. Je zou zeggen dat ik in de, vrij, in de tijd dat ik niet uh, verder een Commentary heb gemaakt, dat ik heel veel onderwerpen heb. Maar dat valt vies tegen. Uh, dus ja, we gaan uh, de twee onderwerpen nou uh, bespreken. De eerste onderwerp die we vandaag gaan hebben is uh, Progress Valorant. En uh, bij de progress, Verland, waar ik het dan over wil hebben, is meer ja, hoe het nu toe met verand gaat. Natuurlijk. Nou, uh, ik weet pre niet precies wanneer we de vorige keer uh, een commentary hadden. Oké, okay. ja, uh, de progress van Verland. Nou, uh, de laatste keer dat ik een commentary had gemaakt was de Call 2. Helaas moet ik daarvan zeggen dat het niet al te best is gegaan. Dus uh, bij mij is het. Gold uh, 1. Ik ben. naar die. die naar Cold 1. En. Uh, ja. Ik had. Uh, delat, ik had wel dat wat potjes gehad. En verder dan dat. 11, 13. Uh, dat ik echt net verloor. Ook is de map. Uh, ook is er heel veel dingen veranderd in de game. De uh, laatste keer dat ik. Ja, dat gespeeld was ook, in de uh, de was ook in de vakantie dus. En uh, nu is de vakantie voorbij en uh, ja upload ik ook wat, wat minder. Uh, naast dat ik dingen heb gehaald, heb ik nog een paar skins gehaald. Uh, ik had de Chaos Produde of Chaos gehaald. En de Archie heb ik volgens mij in de tussentijd gehaald. En er is nog een bun nieuwe bundel gekomen, Imperium Bundel. En die had ik waarschijnlijk ook gehaald in, die, in de periode dat... Dat ik de ding niet zou komen. Imperium-bundel is heel vet. Uh, Zo'n uh, groene drakenbundel. Groen, en uh, ja, die heb ik uiteindelijk ook gehaald. En nu ben ik rond... Uh, nu, nadat ik heel veel races heb gespeeld... Heb ik nu een, een beetje een agent die ik nu aan het proberen ben. Dat is echt, echt nieuw, nieuw. Dat is echt niet uh, echt deze week pas. Ja, dat, dat ik zag dat ik in de, map, in de mappen... Bind en Breeze niet heel goed was met race. En toen wilde ik daar heel graag proberen Sky te proberen uh, gaan spelen. En Sky is nu een beetje de meta van uh, Valorant. Die gebruiken bijna ik gebruik iedereen bijna. En uh, ja, bij Priest, twee keer goed bevallen. Ik ben, uh, een keer, heb ik, de eerste keer dat ik speel, uh, Sky op Breeze speelde, was het een surrender. En uh, een andere keer hebben wij uh, gewoon gewonnen. Dus uh, ik ben er tevreden mee. Dus, en, en je kan ook geen ding spelen. Je kan geen race spelen op. Uh, op. Brees. Tenminste, ik heb het vaak geprobeerd, maar. het werkt niet echt. En ik vind het ik vind niet heel. Uh, ik verlies al heel erg, heel erg duidelijk. Daarnaast, oh ja, de map Sunset is gekomen. Dat is niet zo'n goede nieuws voor mij. Dat heeft mij echt enorm. Uh, mijn rank lopen kelderen. En. Uh, dat die map is gekomen, is Pearl en Breeze eruit gehaald. En ja, dat was het wel een beetje. Ik heb niet echt meer andere nieuws die ik uh, wil stellen over mijn progress aanvullend. Ik hoop dat ik deze act probeer ik Platinum 1 te halen, want dat moet echt een keer gebeuren. Alleen telkens, uh, ja, ik wil het niet zeggen uitstellen, maar speel ik heel, heel wat. En heb ik perio periodieken dat ik heel veel speel en dan heel weinig. En dan moet ik uh, een beetje mee kappen. Ik moet ongeveer een geleidelijk toon rank spelen dat ik dan uh, mijn progress kan halen. In plaats van dat ik één keer vijf potjes speel en één keer één, één potje. Dan, dan, ja, dat is niet heel, heel fijn. Voor hoe je dan, uh, ja, dan ben je heel erg uh, autopilot. Maar goed. Tweede ding waar ik, waar ik het over wil hebben is fietsen. Ik wil het niet, uh, ja, ik, ik had het over al, alle andere onderwerpen kunnen hebben. Maar uh, als ik over een onderwerp praat dan uh, wat ik gewoon in mijn dagelijks leven doe. En fietsen is wel echt iets wat ik uh, sowieso wel echt elke dag doe. Ik heb nu een nieuwe fietsronde die ik heb ontdekt. En uh, die fiets ik nogal best wel vaak. Ik probeer daarna ook door die fietsroute die ik heb gemaakt. Probeer ik heel veel andere routes uit. En uh, ja, dat bevalt me wel. Ik vind het wel een hele toffe fietsroute. En ja. Uh, yeah. Nou, die fietsroute kan ik jullie niet echt per se beschrijven. Want ja, dat is misschien niet handig van dit onderwerp. Ik u het zelf vanuit, richting mijn, uit mijn huis en dan een rondje en dan, en dan weer terug? En als ik dan ga, echt ga vertellen welke rondje ik maak, dan, dan verraad ik mijn eigen locatie en dat wil ik liever niet. Ik wil liever geen mensen aan huis. Dus uh, ja. Uh, als je mijn Insta volgt, dan uh, weet je waarschijnlijk al een beetje hoe mijn, mijn fietsroute ho ho is, want uh, die heb ik al. Ik heb die al echt heel vaak gefietst in deze peri in de periode dat van de vorige commentaar tot nu, tot nu is, er, is het heb ik. Kan ik zeker wel zeggen dat ik het zes of zeven keer heb gefietst? Zeker wel. En uh, ja, dat een beetje. Dit is het beetje de van commentaar. Ik heb het deze keer wat korter gemaakt. Omdat het laatst niet heel erg aan toe kwam om, om een video helemaal af te hebben. Dus wil ik het deze keer heel kort houden. Ik hoop dat jullie het alsnog een leuke video vonden. En uh, ja, vond je nou een leuke video? Doe rechts ga je abonneren op mijn YouTube-kanaal. En hier links kan je uh, twee andere video's zien: die is uh, aanbevolen door YouTube. En de andere is gewoon de volgende van commentaar als je die nog niet hebt gezien. En dan één ding. En dat is doei!